Hallo allemaal en welkom terug bij de Independent Fools. Ik ben Taco en je kijkt weer naar Darth Mod, Napoleon Total War. Koninkrijk der Nederlanden campaign. Vorige episode hebben we de Rebellion in Frankrijk weggehaald. Ook is de Siege van Brussel afgeslagen. Toen in de Entern, vlak voordat ik stopte met opnemen, wilde dat de United Kingdom ik de oorlog tegen Spanje mee ging doen. Maar dat wil ik nog niet. Dus die decline ik. Dan gaan we verder met de Entern phase. Deze episode ga ik vooral focussen op het nemen van de Franse regio's. Een beetje tot aan Spanje. Daarom wil ik eigenlijk ook geen oorlog met Spanje. Simpelweg omdat hun hebben, hoe heet dat? Dan zit ik meteen weer aan het front van een nieuwe oorlog. En daar heb ik nou niet bepaald trek in. Ik hoop wel dat ik nu niet in bankruptcy kom. Als het goed is moet ik nu weer gewoon al het geld krijgen van Brussel. Ja, ik krijg gewoon weer geld. Ik krijg gewoon weer allemaal geld van Brussel. Omdat dat nu niet meer besieged is. Research. En research. Works on strike. Oh, wat is dit nou al? Works on strike in Normandy. Gentlemen recruited. Waarom zijn hun boos? Waarschijnlijk omdat er geen grote force is. Een turn van geen Texas daarover dus. Hun gaan hierin. En dan was hier zo'n ding. Een supply post. Gewoon een supply warehouse worden. Zodat ik meer replenishment krijg. Min 1 command. Mijn leading cavalry units, wie? Is dat deze? Yep. Oh, goddammit. Okidok. Verder heb ik hier nieuwe units gerecruit. Hoeveel krijg ik nu per turn? 2500, oké. Okay. Hun mogen met een auto-resolve vernietigd worden. En is dat leger compleet weg? Oh mijn god, we zullen echt letterlijk met elkaar vechten. Niemand kan ons verslaan. Ja. We mogen hierin gaan replenishen. En dan wil ik dit leger wil ik best wel graag vernietigen. Volgende turn. Hun replenish toch wel heel erg veel hier? Ja. Volgende turn dan neem ik Bretagne over. En loop ik daarna naar beneden naar Ancoutin en Pédioc. Wacht trouwens, kan ik dat niet met dit leger ook doen? Kan ik ook prima met dit leger doen. Hoe hebben we het hier? We hebben nog steeds moeite met mij. Dat is vervelend voor ze, want ze zullen het toch echt met me moeten doen. Want ik ga deze regio niet afstaan. Ondertussen gaan trouwens, kan ik volgende beurt een unit recruiten van militie die daar de stad blijft onderhouden. En dan ga ik naar dit leger marsen. Hun hebben wel 12 pond voet, wat vervelend gaat worden. Waar zit Rusland hier in godsnaam? Hun hebben wel 12 pond voet, in ieder geval, die ik kan zien als kanonnen. En hun hebben chargeur en cheval. Maar ja, met deze kanonnen kom ik op 2 12 ponders, 2 6 ponders, moet ik ze gewoon kunnen neerhalen. En ik enturn om een of andere reden, wat ik nog eigenlijk niet van plan was. Maar, oh wacht, hun gaan lopen joh. Nee. Ik dacht al, ze gaan misschien de dingen wat ik aan repair was kapot maken weer, want dat kost me hoerig veel geld. Ik moet nog hoerig lang op dit ding wachten voordat die compleet is. Weer 6 turns of zo moest ik in totaal wachten. Dus nu nog 5 turns. Na deze nog 4. En ondertussen zien we Pruisen weer lekker rondlopen in hun nutteloze territorium. Dat is het enige nadeel als je trade hebt met iemand. Het kan ook een voordeel zijn als je, hoe heet het, hem ook gaan aanvallen. Maar dat is een van de grootste nadelen is dat je de hele tijd allemaal van die kleine nutteloze eenmans of één regiment leger dingetjes ziet lopen rond hun regio die eigenlijk helemaal nergens heen gaan. Waarom bouwt Portugal trouwens in Gibraltar geen poort?
En waarom is Portugal, waarom heeft Portugal Gibraltar? Had Spanje die overgenomen of zo? Spanje en Portugal. Works on Strike France. Spanje en Portugal, die zouden vrienden met elkaar moeten zijn. Of Spanje, nee. United Kingdom en Portugal. Kijken. Ze hebben in ieder geval trade met elkaar. En ze zijn ook niet eens Prussia. Sicily. Nee, ze zijn geen allies met elkaar. Muxel Strike France was dat. Dirk van Rijn, general. Oké, zal wel. Oh, krijg ik... Oh, wacht. Nee, ik dacht al. Ik dacht al, waarom krijgt zo iemand een general ding? Maar ik had het verkeerd gelezen. Ondertussen... Oh, dan is hier waarschijnlijk Napoleon nu. Yep, Napoleon is hier nu. Dit kan ook gewoon weer prima autogezolf worden. Yep. Kan Normandie. Exam from Texas. Die doen nu prima. Plus 1 moral in battles. Plus 3 moral in battles. En region captured. Wat een groot feest. We gaan ondertussen hier naartoe lopen. Zodat ze wel weer de replenishment krijgen van Parijs. En volgende beurt, toch? Ja, in één beurt kunnen ze naar Bordeaux lopen. En ik vind het nog steeds niet fijn dat dit leger hier loopt. Wat heb ik hier voor units eigenlijk? Unit 2 militia ook? Ja, ik heb zelfs 2 militia units zitten. En we gaan daarheen. Dat geeft mij de vrijheid. Om door te marcheren met andere units zoals deze. Die gaat wel hierin, zodat ze blijven replenishen. Hier krijgen ze wat. Nou, ik krijg ze wel gewoon 2 lijnen infanterie. Omdat ze nog wel eens aangevallen willen worden. Hun mogen in dat leger. En dan. Kan dit gedeelte van het leger kan ook ondertussen. Naar een nieuwe positie gaan. Voor mij is dat hier wel een mooie plek. Dit gedeelte van het leger hou ik hier. Hoe vinden ze in Parijs? Vinden ze me nog steeds niet echt leuk. Maar dat gaat veranderen door Grand Opera House. Kan ik nog een leuk gebouw upgraden eigenlijk ergens? Ik heb hier barracks, maar voor mij kan ik hier net zo goed mijn... Ja, ik ga een drill school maken. En wil ik trouwens infrastructure wil ik gaan verbeteren. Hoeveel krijg ik volgende turn? 2500. Kan ik dan betalen? Nee, nog niet. Dan wacht ik daar even mee en dan recruit ik ondertussen gewoon een lijn in van 3 units. En mijn researches waren compleet, dus ik ben nieuwe shit aan het researchen. Wat ik heel graag wil hebben, dat zei ik al in de battle, ik wil Barrage hebben, maar ik weet niet waar dat staat. En ik weet ook niet of ik het moet researchen eigenlijk. Even kijken of ik het kan vinden. Field Ambulance, Grand Battery. Ja, deze moet ik hebben. Ik moet Grand Battery hebben, maar dat kan ik nog niet maken. Moet ik eerst een Drill School hebben gemaakt. Oh, dan kan ik Grenadier Battalion. Kan ik dan recruiten? Kan ik nog verder leuke dingen? Batavian Heavy Dragoons. 8 Jaeger Regiment. Nooit van gehoord. Ah, dan kan ik hier wat maken. Wat is dit? Een gunsmith of een Mascot Factory? Ga ik wel voor een Manufactory. Want dan krijg ik standaard wat extra, hoe heet dat? Region Wealth. Nee, ga weg. Ga weg. Homo's. Wat? Hun hebben Grenadier als cheval. Fucking elite paarden zijn dat. Oh my lord. Oh, ze willen me aanvallen ook. Nou, dat wil ik niet. Ga weg. En die battle moet ik trouwens wel vechten, want hun hebben kanonnen. En Chazor en Cheval, dus die winnen ze gegarandeerd in een auto-resolve. En ik denk dat jullie het ook niet zo erg vinden, al moet ik een battle doen. Want ja, daarvoor kijk je volgens mij ook in totaal, of weet het. Dat is voor mij een van de grootste redenen om deze episode te kijken. Het is ook het leukste aan het hele spel, is om de battles daadwerkelijk zelf te spelen.
Terwijl we rustig kijken naar een Russische vloot die iemand zijn ding neerhaalt. Iemand zijn trade weghaalt. Voor mij niet de mijne. Waarom is Kingdom of Naples in godsnaam in oorlog met Portugal? Het zal wel. Ottoman Empire doet ook niet wat nuttigs. Nee, het is een beetje een admiraal rond te varen. En Spanje ook niet. Enemy Raid, Orléans. Dankjewel. Echt geweldig, homo's. Works on Strike. Bretonge. Met de volgende beurt weer helemaal blij zijn. Als het goed is. Dan is het tijd om de volgende regio over te nemen. Echt speedcore regio's overnemen dit. Hun krijgen ook een militia unit. Hier in Plains waarschijnlijk ook meer een fuck. Nou jawel. Dat is nog steeds niet echt power replenishen. Maar ik denk dat ik ze hier gewoon hou. Hey, is Arthur Wellesley of niet? Ja, is Arthur Wellesley. The Duke of Wellington. Hun wilden mij aanvallen, maar dat wilde ik niet. Dat mensen hun mij aanvallen. Ondertussen pak ik deze gasten en kan ik misschien een klein beetje gaan kijken naar wat er hier zit. Niet. Kan ik dan zo lopen? Ik ben airline met Zwitserland. Waarom doen ze zo moeilijk al wil ik daarin lopen? I have no idea. We gaan daar ook naar beneden lopen. En even kijken. Dat ding is hier nog compleet. Ja, het Grand Opera House is compleet. Maar ze zijn nog steeds min 1. Hij gaat in ieder geval hierin. Zal ik eens een duel doen? Kijken of ik een duel win. Kijken of u wel een animatie krijgt, want die ziet er ook wel grappig uit. Yay, ik krijg een animatie. Lol. Die gast, de enemy, rende weg en ik schoot hem neer. Is hij dood of niet? Nee, hij is wounded. Ik kan niet of niet? Oh! Duel lost. Ik ben verloren. Oh. Dat is gay. Hun gaan wegrennen. Want ik wil niet dat ze neergehaald worden. Dus hun gaan in een bepaalde richting waar ik niet weet precies welke richting. Light Forest. Daar mogen ze in. En dan gaan we kijken wat dat leger volgende beurt van plan is. Ondertussen gaan hun daarin. Yep, daar kunnen ze in en dan replenishen ze weer een klein beetje. Een heel klein beetje, want dit is laag replenishment rate in deze regio. Maar even kijken. Ik kom op een gegeven moment wel bij een gedeelte waarbij ze snel genoeg replenishen. Hun kunnen trouwens naar beneden lopen. Naar... ja, een van deze regio's. Ik ga sowieso hierin. Ga ik ze even neerzetten. Zodat hun enorme replenishment krijgen. En daarna. Ja, naar. Ooit dat Marseille kunnen lopen. Daarna vind ik het wel welletjes geweest met Frankrijk. En dan ga ik. Of. Ja, ik moet of vrede. Of. Oh god. Oh god. Dus willen we aanvallen natuurlijk. Wat wilde ik ook even zeggen? Oh ja, daarna kan ik of nog wel Corsica over van ze nemen. In ieder geval proberen overnemen. Of het gewoon laten voor wat het is. En niet een extra boot recruiten om helemaal naar Corsica te komen. Corsica is trouwens dat eilandje als je nu naar de map kijkt hier zo. Waar, dat, waar mijn wijzer nu zit. Oh, wat is dit jongen? Het scheelt wel heel veel om tegen Spanje te vechten met mij. Ze willen een single payment van 1000, division of labor geven samen en land drain damage. Als ik tegen Spanje mee ga vechten, dan heb ik echt totaal geen trek in.
Voor mij denken ze van, oh, die hebben vroeger ook tegen Spanje gevochten. Die hebben ook gewonnen, dus kunnen ze nu het ook wel. Wie weet denken ze het wel. En trouwens, als ik nu een beetje naar de map kijk, wordt het steeds meer oranje. En steeds minder blauw. Ben ik wel blij om eigenlijk. Spanje wordt steeds minder. En ook toen je net in het, hoe heet het, keek? Diplomatengezeik. Met Engeland. Zag je dat hun might is wel terrifying, maar die van mij is mighty. Is toch wel leuk dat een klein landje als Nederland mighty wordt genoemd. En ik was heel erg wealthy. Dat betekent dat ik heel erg veel geld had. En dat vind ik ook niet bepaald erg. Works on strike in Frankrijk. Echt jongens, stop met klagen. Ik ga niet nog zo'n ding bouwen. Dat ga ik echt niet doen. Die mag trouwens wel gerebuild worden. Hurpaderp. Oh, we zijn redelijk replenished, joh. Ondertussen gaan hun hierheen verder lopen. Unit recruited, militia. Zal ik doorlopen? Ik weet het niet zeker. Ik denk ook gewoon kan saven en siege daar zo kan neergooien, want ze hebben nog steeds maar echt. Voor mij hebben ze Napoleon daar zitten. Yep, ze hebben een Napoleon zitten. Zal ik dit winnen? Ik denk het niet namelijk. Ja, nee. Weet ik niet. Ik laat hem gewoon nog even een beurtje replenishen daar, oh. Gisteren wel weer shit natuurlijk om de kans om meer gasten te halen, maar nee. Niet alsof mij dat mijn grootste zorg dat is. Nu krijg je hier nog een replenishment beurt. Replenish wel echt sloom trouwens. Ik kom waarschijnlijk omdat ze net 3 regio's hebben overgenomen, maar nog steeds. Wanneer is dit ding gecompleet? In 3 turns, oké. Okay. Die duurt een hele turn om terug te komen. Dan probeer ik hun naar Parijs te lopen. Met hun naar Parijs te lopen. Wat wel een voordeel is, hun zitten nu wel echt vast in Frankrijk. En hun kunnen niet echt op echt gewoon 1, 2, 3 naar de volgende regio lopen om voor hun te gaan replenishen. En hun hebben niet ook volgens mij dingen over waar ze goed kunnen replenishen. Wat is dit? Nou, ze hebben hier markets. En voor de rest niet veel. Wat is dit? Market. Gold mine. Holy shit, dat wordt veel geld. We hebben verder niet echt veel shit waar ze kunnen replenishen, fucking hard. Dus als ik door blijf drukken, dan moet ik gewoon winnen. Research trouwens, daar wel. Wat research ik hier? Min 5% army upkeep. Altijd fijn. Alleen ik wil echt hier, ik wil Parijs uitlopen. Dus hier zit mijn general gewoon vast. Mijn enige general is volgens mij zelfs. Of heb ik hier nog één? Nou, ik heb hier nog één. Maar een van mijn generals zit hier vast. Een van mijn twee generals zit hier vast. Terwijl ik gewoon... Oh my god, ik heb weer bankruptcy. Terwijl ik fucking hard wil lopen eruit. Income next turn. Ik krijg gewoon geld, hoor. Of niet? Oh, we willen me weer aanvallen. Maar dat wil ik niet. Waar gaan hun heen? Oh god, hun willen naar het volgende legio gaan. Dus ik moet wel uit Parijs lopen. Of ik pak trouwens dat ene leger wat nog half aan het replenish is. Die ik eigenlijk naar Marseille wil laten lopen. En daarmee ga ik op hun schieten. Ik denk dat dat een beter idee is. Omdat ik geen zin heb in de tweede rebellion van Frankrijk. Ik vraag me eigenlijk af waarom Pruisen niks doet, want hun zijn ook in oorlog met Frankrijk, maar hun doen echt geen ene fuck. Rusland volgens mij zelfs ook. En ze laten mij lekker in mijn eentje al die Franse mensen afschieten, nou. Join war against the kingdom of Saxony. En ze geven me duidelijk, nou, ik vind het helemaal prima jongen, want Saxony die komt toch nooit bij mij aan.
Hoop ik tenminste. En dan krijg ik tenminste 1000 van ze. Als je ziet op die map, dat is dat kleine lichtgroene streepje daar. Oh, dat is Kingdom of Saxony. En dat is letterlijk echt één regio. Niet echt iets om bang voor te zijn. Ottomaanse Rijk reed weer voor rustig wat trade shit. En dan krijg je... Hey, ik krijg helemaal geen messages, joh. Er is helemaal niks gebeurd. Shit, we gaan naar Bretagne toe. Ik weet het zeker. Well, that's gay. Dan word ik vrij verplicht om met dit leger naar boven te gaan. Wat vrij kut is. Maar dan kan ik wel met dit leger gewoon naar beneden. Ik ga gewoon met dit leger naar beneden. En ik ga Marseille overnemen. Ga ik ondertussen over kijken hoeveel er hier zit. Oh joh, we hebben geen hele fuck hier. En dan wil ik geen fuck in Marseille zitten. En dan mogen hun daarna, mogen ze lekker zo, of wacht, zijn hun trouwens, die gaan dan lekker wie, en dan naar Toulouse. En pak ik dit leger. En dan ga ik naar boven. Zit ik hier in Parijs? In Frankrijk? Ja. Ik krijg ze een mooie replenishment rate. En dan laat ik hun de keuze. Of ze rennen door naar Bretagne en worden door mij daar fucking lang besieged. Als hun het overnemen dan. Of hun rennen nu in één keer naar dit doel. Ze zouden, als ze er goed aan doen, zouden ze wel naar mij toe kunnen lopen. Want ze hebben betere kanonnen dan mij. Even kijken. Ik denk niet dat het hier handig is om een musket manufactory te maken. Want dan krijg je minder happiness van. En ik heb al niet zulke hoge happiness. Wel kan ik hier een ander ding maken. Nou, ga ik trouwens niet doen. Even kijken, wat kan ik hier upgraden? Dat is alleen maar voor de happiness van de mensen. Niet dat ik daar niks om geef, maar dat is nou niet echt bepaald iets wat hoog staat aangeschreven op dit moment. Ik ga dit wel hier bouwen. Want deze mensen hebben wel happiness nodig, zoals je hier kan zien. Ze hebben 0. De high class heeft dan wel 10, maar de lower class heeft 0. En ik krijg hier 8. 8, hoe heet dat? 8 wealth. Wealth per turn. En dan zie ik te wachten van wat dit leger gaat doen, want ze gaan of... naar Bretagne of ze gaan naar Dieter de Houtman. Ik hoop zomaar dat ze naar Dieter de Houtman gaan. En we een mooie battle kunnen krijgen. Verder gaat dit leger volgende beurt Marseille overnemen. En dit leger gaat beginnen met Torino. En dat gaat wel echt een hele lange siege vergaderd worden. Even kijken. Hoe ben ik eigenlijk met Oldenburg? Dat is mijn relatie daarmee. Indifference. Denmark, Noorwegen, die willen kunnen traden met mij. En daar heb ik nu ook trade mee. Mooi. Kingdom of Saxony ben ik hostile tegen, maar dat boeit me niet zoveel. Ottoman Empire is nog steeds in oorlog met mij, maar dat vind ik nutteloos. Maar hun dus blijkbaar niet. En even kijken. Okidok. Okidok, even kijken. Nou, mijn property is nu spectacular. Prestige rank is majestic. En mijn inkomen wordt 4000. Dus gaat niet zo heel erg slecht. Met, oh, wacht. Heel graag trouwens. We gaan hier naartoe. Via deze weg. Dat is mooie reinforcements. Nog 1 beurt. En dan heb ik mijn musket manufacturer weer terug. Nog 2 beurten. En dan wordt de replenishment in Parijs stukken hoger. Hier ga ik even de dingetje weer halen, de tax rate, zodat ze eraan gewend kunnen raken dat ze gewoon moet gaan betalen. En dan weer de turn, en dan gaan we kijken wat Frankrijk doet. Oh, ze gaan weer achter deze gast aan. En dan moet ik nog vechten ook tegen ze. Dat wordt vrij kut. Maar dat wordt iets voor de volgende episode. Geef een groen duimpje als je het leuk vond. Geef een groen duimpje als je het niet leuk vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hierboven als je dat niet hebt gedaan. En ik zeg een dikke doei.